De megaproductie Romeo en Julia van muziektheater Servus werd 4 keer op de planken gebracht. Maandenlang werd gerepeteerd in de oude fabriekshallen op het Indiëterrein. Het resultaat mocht er zijn. Maar normaal heb ik vaak komische rollen, dus vrolijk, bewegelijk, maar nu heel statisch. En dan moest ik echt op de plek blijven staan, niet te veel bewegen, maar dat is heel moeilijk voor mij, want ik beweeg bijna constant. Alfons Koopman, je staat bijna klaar. Waarvoor? Voor het optreden van Romeo en Julia in de grote hal op het Indiëterrein. Ik ben de alter ego en uiteindelijk, aan het eind komt de ontknoping dat ik eigenlijk Romeo ben. Ja, een beetje geest, hè? Een beetje de geest. Buiten dit podium. Ik ben ook een eenling in de hele voorstelling eigenlijk. Ik sta voor de klas. Ik ben een leraar bouwtechniek aan een technische school in Oldenzaal. En elke dag nog met heel veel plezier. Werken met jeugd is ontzettend interessant. Zelfs doe ik vanaf 1992 voor de eerste keer. De favoriete rol was in de Mikado. En toen was ik een... hoe heet je ook alweer? Momenten. Nee. Ja, dat was gigantisch. Dat was een gigantisch grote rol. En in deze rol ben ik heel veel aanwezig. Heel veel op de achtergrond. Een beetje als geest zijnde. En langzaam kom ik steeds verder in beeld. Uiteindelijk tot de ontknoping aan het eind van de voorstelling. En met de oefenavonden is het zo'n beetje vanaf januari geweest. Het is net 1 grote familie. We zijn bijna meer hier als thuis. Dus we gaan thuis op visite en hier leven wij ongeveer. Zo gaat dat. Avisie maakt een lange samenvatting van de voorstelling en die kunt u bekijken op www.avisie.nl.